Met nog 15 dagen te gaan tot de Olympische Spelen is dit je dagelijkse RTL Boulevard Brazil update. Zeilster Marit Bouwmeester ziet wel een uitdaging in het onvoorspelbare water van Rio de Janeiro. Je hebt 7 racebanen. De dag van tevoren weet je pas op welke racebaan je moet varen. Dus je moet al die racebanen goed kennen. Elke racebaan heeft zijn eigen eigenaardigheden. Je hebt natuurlijk 365 verschillende windgraden, windrichtingen. Nou ja, harde wind, zachte wind, eb, vloed. Dus ja, gaan we naar. Je hebt zoveel verschillende factoren. Natuurlijk zijn de mannen van Radio 538 ook weer aanwezig bij de Olympische Spelen. Het is ook echt zinvol om daar te zijn. Het levert vaak leuke uitzendingen op. Je realiseert het je bijna niet eens meer, omdat het voor de 9e keer is dat we er zijn. Maar het is nog steeds heel gaaf. Wat ook mooi is, ik denk de lijn tussen vreugde bij het winnen van goud en het verdriet waar die gasten 4 jaar lang voor geknokt hebben. Om daar te kunnen sporten en dan uiteindelijk uitgeschakeld worden. Niet leuk voor hun, maar wel mooi om te zien ook. RTL Boulevard Brazil wordt mogelijk gemaakt door Heineken.